En welkom op deze fonkelnieuwe aflevering van het Wetenschapscafé. De meeste onder jullie kennen ondertussen het concept. Wij gaan met twee wereldexperten praten over een onderwerp dat hen dag en nacht bezighoudt. En we gaan het vandaag hebben over geopolitiek. We doen dat uiteraard in de huiselijke sfeer die wij allemaal kennen. De bar is daar, dus voor mensen die een plotse bevlieging van dorst krijgen, zijn die daar meer dan welkom. We gaan het dus hebben over geopolitiek. Ik denk niet dat ik moet uitleggen waarom geopolitiek relevant is. Ik denk dat iedereen die de afgelopen maanden zijn energierekening heeft proberen te betalen of eigenlijk nog maar een brood heeft gekocht, heeft gevoeld dat de geopolitiek er wel degelijk toe doet. Maar misschien is het toch wel eens de tijd om daar eens dieper op in te gaan. Hè. Wat is dat juist, geopolitiek? Hoe werkt dat dan? En ik hoef dat gelukkig niet op mijn eentje aan jullie uit te leggen. Meer nog, ik ga net als jullie ademloos luisteren naar deze twee heren. Aan mijn rechterhand heb ik Bart Seyn. Bart Seyn is van opleiding sinoloog en vandaag is hij het hoofd van de vakgroep East Asian Culture in Perspective, Identity, Historical Consciousness, Modernity. Dat is eigenlijk gewoon een beetje de oude vakgroep sinologie die samengegaan is met een ja, in die hoedanigheid verdiept hij zich in de moderne en de hedendaagse geschiedenis van China, maar ook in de cultuur, in de filosofie. En dan gaat het onvermijdelijk ook wel eens over hedendaagse Chinese politiek, natuurlijk. En tevens aan mijn rechterhand, maar iets verder nog aan mijn rechterhand, zit professor Sven Biskop. Professor Biskop is de directeur van het programma Europa in de Wereld aan het Egmond Instituut, het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen in Brussel, waar hij maar hij doseert ook bij ons hier aan de Universiteit Gent. Bij zowat alle journalisten die wel eens over geopolitiek schrijven, zoals ik, staat professor Biskop op speed dial, want hij is een veelgevraagd expert om de geopolitieke vraagstukken van deze tijd te duiden. Mijn heren, welkom. We gaan een uur spreken, daarna krijgen jullie meer dan genoeg tijd om vragen te stellen. Misschien moeten we gewoon eens beginnen bij het begin. We gaan het hebben over geopolitiek. Dat is een woord dat wij constant gebruiken, waar wij constant mee worden gebombardeerd. Maar misschien is het handig om dat eens te definiëren. Wat bedoelen we daar juist mee als we het over geopolitiek hebben? Volgens mij zouden we dat woord beter een beetje minder gebruiken. Want vaak zeggen we geopolitiek als we eigenlijk gewoon bedoelen strategisch. Of zelfs gewoon belangrijk. Maar niet alles wat belangrijk is, of zelfs niet alles wat strategisch is, heeft eigenlijk met geopolitiek te maken. Wat is strategie? Dat is, strategie is doelstellingen, instrumenten en middelen. Wat wil ik eigenlijk bereiken? Hoe ga ik dat doen en hoeveel geld ga ik erin steken? En meestal is het jezelf een deadline ook. Dat is strategie. En geopolitiek is eigenlijk daar maar een klein stukje van. Geopolitiek wil zeggen, wat is de impact van de geografie op uw strategie? Naast allerlei andere factoren die dat ook beïnvloeden. Uw economie, uw militaire slagkracht, uw bevolkingsaantal, uw bondgenoten, wat gebrek daaraan, enzovoort, enzovoort. Dus eigenlijk is geopolitiek in de strikte zin niet meer dan dat. Je bepaalt uw beleid, in welke mate wordt dat beïnvloed door geografie. En het is belangrijk om te weten dat die geografie nooit determineert wat uw keuzes zijn. Ik zal een voorbeeld geven. Het Verenigd Koninkrijk, dat is een eiland. Dat is zo. Dus dat heeft ongetwijfeld impact op het beleid van de Britten. Dat is aan geopolitiek. Maar het is niet omdat Groot-Brittannië een eiland is, dat zij maar één keuze hebben. Vertrekkende van hetzelfde feit, wij zijn een eiland, kunnen zij kiezen om te zeggen, dus moeten wij ons van het Europese vasteland niks aantrekken, Brexit. Of ze kunnen zeggen, wij zijn een eiland, dus wij hebben een veilige thuisbasis, dus wij kunnen ons volop gaan bemoeien op het Europese vasteland. Dus eigenlijk is geopolitiek een redelijk eng begrip dat we vooral ook niet moeten oversteken, vind ik.
Ja. Niet om te zeggen dat we dan nu maar kunnen afsluiten en nog een bestellen. Maar, ik denk dat daarop ingaand op uw voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk. Het is een eiland dat geopolitiek heel veel te maken heeft met strategie, natuurlijk. Strategie in functie van de natiestaat, van uw eigen binnenlands beleid. En dat er ook heel veel, dat zien we denk ik ook in de huidige geopolitieke vraagstukken die zich elke dag, conflicten die zich elke dag voordoen, heeft heel veel te maken denk ik ook met historisch bewustzijn. Ja. En misschien helaas, maar we zijn mensen ook met emoties. Wij zijn België, we hebben het idee dat wij dat eigenlijk niet doen, hè? Geopolitiek of Europa. Wij vinden dat geopolitiek is een beetje een vies woord, heb ik soms de indruk in Europa. Enfin, is die indruk terecht? Want wij denken eigenlijk, België, geopolitiek, wij doen eigenlijk niet aan geopolitiek. Ik denk dat er heel veel mee te maken heeft van hoe je effectief de term hanteert en gebruikt. En misschien moeten we inderdaad, wat mijn collega zegt, de term wat minder gebruiken. Omdat het zo'n geladen woord geworden is. Maar je zou natuurlijk heel de creatie van de Europese Unie ook een vorm van strategie en geopolitiek kunnen noemen. En dan denk ik, is België daar wel heel actief mee bezig. Ja. Maar het is toch zo dat Europa en de Europese Unie, wij vinden dat een beetje een vuil woord, hè, meneer Bisschop? Ja, maar opnieuw omdat we niet goed begrijpen wat het wil zeggen. Hè. Terwijl geopolitiek opnieuw geen enkele keuze predetermineert. Hè. Rusland heeft zijn geopolitieke kijk op Oekraïne en vindt Oekraïne zou eigenlijk in onze invloedssfeer moeten zitten. Maar dat wil niet zeggen dat ze daarom Oekraïne de oorlog moeten verklaren. Rusland ook kunnen zeggen, ik vind dat Oekraïne bij Moskou moet blijven aansluiten. Dus ik ga ze een heel goed economisch voorstel doen. En ze gaan vrijwillig toenadering zoeken. Zie je? Dus geopolitiek aan zich is geen vuil woord, net zoals belangen geen vuil woord zijn. Maar als EU, denk ik, hebben we een beetje te veel beginnen denken dat het doel van het buitenlands beleid is om vriendelijk te zijn tegen de mensen. Dat is geen buitenlands beleid. En helaas bereikt je daar ook niks mee. Wij denken, de EU verwart vaak ontwikkelingsbeleid met buitenlands beleid. Ik zou iedereen die hier binnen zit, ze biedt 100 euro kunnen geven. Allee, 50, want ik heb maar een academische wil, dus het blijft een overheidswil. Gaat u die aanpakken? Ja, waarschijnlijk wel. Hè. De energiecrisis en zo. Gaat u me daarvoor respecteren? Nee, als je in Bisschop toch een beetje een raar, hè. Maar ik heb toch 50 euro in mijn zak. Datzelfde EU kan heel de wereld rondreizen en overal geld uitdelen, maar wint daar eigenlijk geen respect mee. Toch gewoon zeggen, die rare Europeanen geven ons zomaar geld voor niks. Ja, dan gaan we dat niet weigeren. Hè. Maar wie respecteert ze wel? Degene die proberen hun ding af te dwingen. Of degene die wapens leveren. Of degene die willen een duidelijk project. Ja, ik denk ook dat het woord geopolitiek een vies, tussen aanhalingstekens, woord geworden is. Omdat het gaat over strategieën, hè, van natiestaten. En natuurlijk, hoe groter en hoe belangrijker economisch het gewicht van een bepaalde natiestaat, hoe groter de belangen zijn die te verdedigen zijn. En dus wordt geopolitiek heel vaak inderdaad met de grootmachten geassocieerd. Hè, met de Verenigde Staten, met China, met Rusland. Is het misschien ook wel daardoor dat er een soort van een negatieve connotatie met dat woord is ontstaan, omdat het over grootmacht, of het wordt gemakkelijk geassocieerd met grootmachtpolitiek. En dan natuurlijk misschien wij als klein België hebben we daar dan misschien wat moeilijk mee. Maar je zou kunnen zeggen, onze geopolitieke situatie vroeger is degene van Oekraïne vandaag. Hè. We waren ook lang een soort buffer. Je bedoelt als België, hè? Ja, wij de Belgen al een buffer tussen twee grootmachten, Frankrijk en Duitsland. Niemand kiest ervoor om een buffer te zijn, maar dat is soms wat de grootmachten nu opleggen. En dat is niet zo comfortabel, hè, want die bufferzone dient om schokken op te vangen. Hè, en dus in feite zouden wij als Belgen bij uitstek moeten weten wat geopolitiek is. Want waarom zijn wij zo'n voorstander van het Europees project? Precies om te vermijden dat we ooit nog in die situatie terechtkomen, dat we een buffer staat tussen vijandige grootmachten moeten zijn. Finaal, zoals je zegt, het gaat inderdaad over wat wij dan grootmachten noemen. Wie beschouwen wij als grootmachten?
dat is natuurlijk weer een moeilijke vraag in de zin van, ik denk dat het gaat over, wat is een grootmacht? Maar wat is grootmachtpolitiek? Om dan dus niet geopolitiek te gebruiken. Ja, ik denk dat als je kijkt op de wereld, dat dan komen we dan op een andere modeterm, en dat is dan de geo-economie, dat de macht van een nazistaat te maken heeft ook met de technologische voorsprong. En in de naoorlogse periode is dat eigenlijk in belangrijke mate de Verenigde Staten geworden. Europa, zou je kunnen zeggen, is een tweede macht dan geworden, dankzij de Europese eenmaking en de uitbreiding van de Europese Unie. Maar we zien inderdaad dan in de huidige context dat China en de Verenigde Staten aan het wedijveren zijn voor technologisch overwicht. Dus een geo-economie, maar dat vertaalt zich dan natuurlijk ook weer in grootmachtpolitiek en in geopolitiek. Meteen ook. En is Europa, moeten we Europa beschouwen als een grootmacht? Want we hebben het nu over Rusland, we hebben het over China, we hebben het over de Verenigde Staten. Mag Europa daarbij, professor Pieterkop? Volgens mij wel. Voor mij is een grootmacht een staat of een unie van staten in ons geval, die wereldwijde impact ambieert en die dan ook kan waarmaken. Dan ben je een grootmacht. In de wereld van vandaag wil voor mij zeggen wereldwijd. China en de VS, zonder twijfel. Hè. Geen enkele Amerikaan gaat zich vragen, zijn wij een grootmacht? Dat is wel. Rusland kan je eigenlijk over discussiëren of zij nog wereldwijde impact hebben. En wij wel, maar vooral in economische termen. Als je kijkt naar onze schaal en vooral naar onze rijkdom, onze totale rijkdom dan, ik wil niet zeggen dat elke individuele Europeaan rijk is natuurlijk, maar een totale rijkdom, dan zijn we volgens mij ongetwijfeld, we hebben dan de middelen om een grootmacht, maar willen we het zijn? En daar zijn we het eigenlijk niet echt eens over. En dus spelen we soms die rol en soms ook niet. En blijven we zo wat schipperen, in feite tussen twee rollen, een soort onafhankelijke macht in dezelfde liga als de VS, China en Rusland, of een minder onafhankelijke macht die eigenlijk vooral de allertrouwste bondgenoot van de VS wil zijn. En we blijven zo wat schipperen tussen die twee, denk ik. Misschien daar op aansluitend, maar natuurlijk grootmacht zijn, oké, je kan dus inderdaad, zou ik zeggen, objectief bepaalde economische impact hebben, maar je moet natuurlijk ook aanvaard worden als grootmacht door anderen op een bepaalde manier. En dat is denk ik ook, als we spreken over het Amerikaanse model, en dat is tegenwoordig ook natuurlijk het zogenaamde China-model, dat in sommige landen van Afrika, Latijns-Amerika blijkbaar aanslaat. Dus de positie van een grootmacht hangt ook af van de mate waarin andere landen het gegeven aanvaarden dat iets een grootmacht is. Het is niet puur, want er is ook een wat ik zei, een grootmacht is, of geopolitiek is ook emotioneel. Er zit ook een emotionele kant aan uiteindelijk. Hè. Welk model willen wij volgen? En leg eens uit wat het China-model is? Wel, ik beweer heel vaak dat het China-model eigenlijk gewoon een binnenlands model is. In de zin van, het is, staat goed natuurlijk als het leiderschap van een bepaalde natie van te zeggen aan die bevolking, wij zijn een model. Dat is goed voor de eigen binnenlandse positie. In hoeverre dat ook aanvaard wordt door andere landen, is een andere kwestie. Maar waar dan China of Chinese leiderschap, het Chinese model, dat is het model van een autoritair uiteindelijk politiek systeem, maar met ruimte voor vrij economisch initiatief. Dat is wat algemeen in de literatuur als het China-model gepromoot of beschouwd wordt. Maar in die zin denk ik dat de mate waarin vanuit dat opzicht de Verenigde Staten of ondanks Trump, met de mate waarin de Verenigde Staten en Europa als model en op die manier ook als een grootmacht beschouwd worden, nog altijd veel dominanter is dan het zogenaamde Chinese model, als je dat bekijkt op wereldschaal. We hebben het ook vaak over de wereldorde, heet dat dan met zo'n geweldig technisch woord.
In de Koude Oorlog was het een stuk eenvoudiger, heb ik mij de voorbije jaren aan gedacht. Of dat is een gedachte die wel eens in de te binnen schiet. Want toen waren de kampen nogal duidelijk verdeeld. Er was een tweestrijd. Hebben jullie al heimwee naar de Koude Oorlog? Ik was 13 toen was het val van de muur, als ik het einde van de Koude Oorlog beschouw, was ik toen 13. Dus het is niet dat ik toen al zo actief met strategie bezig was. Er is al een hele collectie tienersoldaten gehad. Dus ik was 3 en ik had nog geen tienersoldaatjes, professor. Maar ik denk dat we ook niet mocht vergeten dat we dat toen niet zo plezant vonden. De Koude Oorlog, dat is zo with hindsight, is allemaal achteraf gezien. Oh, dat was heel simpel, zo simpel was dat niet. En er was een serieus risico op een nucleaire escalatie, ook toen. Er waren voortdurend proxy-oorlogen. Er was geen rechtstreekse oorlog tussen de Sovjets en de Verenigde Staten. Maar we vochten wel overal onrechtstreeks oorlogen tegen elkaar uit door de een tegen de andere te steunen. En in feite is dat dan historisch gezien een soort anomalie, de Koude Oorlog, dat de hele wereld quasi opgedeeld is in twee kampen. Dat is nooit voordien voorgekomen en gaat waarschijnlijk... Alleen, de kans bestaat dat het terugkomt. Het is mogelijk als een soort Chinees-Amerikaanse rivaliteit escaleert en dat dan die twee elk opnieuw een soort blok vormen. Ik denk dat dat mogelijk is. Maar we zijn er nog niet. In feite moeten we denken, in mijn ogen content zijn. De huidige situatie is beter dan zo'n twee blokken. Want wat je nu hebt, zijn verschillende spelers. Sommigen natuurlijk hebben nauwere relaties met de ene en met de andere. Wij met de VS, China en Rusland. Maar uiteindelijk zijn het geen twee vaste blokken die niet meer interageren. Uiteindelijk heb je wat men noemt een multipolaire wereld. Je hebt allemaal grote spelers die, als het erop aankomt, hun nationaal belang voorrang geven. Dus ja, de Chinezen gaan tot op zekere hoogte mee met de Russen. Maar niet in die mate dat ze hun relaties met ons zullen schaden. En de Chinezen gaan nooit hun relaties met ons of met de VS laten bepalen door wat de Russen zeggen. Dat is veel te belangrijk. Dus eigenlijk is dat interessanter, dat je geen twee blokken hebt. Het geeft u meer mogelijkheden, meer marge de manoeuvre om een diplomatiek spel te spelen. En om, denk ik, spanningen te beheersbaar te houden. Ik zou het zo zeggen. Ja. Ik denk ook dat... als je kijkt naar de zogenaamde Koude Oorlog, toen liepen economische, om het heel simpel te houden, economische politieke lijnen liepen samen. Dus, ja. En dat dat iets is wat ook heel erg veranderd is, dus dat je op economisch vlak op een bepaalde manier inderdaad, zeg maar, als Europa met China kunt samenwerken. Maar dat niet automatisch moet betekenen dat daarom ook het politieke systeem aan elkaar gekoppeld wordt. Dat is één groot verschil, denk ik, met de zogenaamde Koude Oorlog. En een tweede, en dat daarbij aan, enfin, dat zit in het verlengde daarvan, dat is dat je een multipolaire wereld krijgt met een nieuwe regionalisering. Je ziet dat bijvoorbeeld ook in de Aziatische context, dat er zich ook verschillende regionalismen aan het ontwikkelen zijn. Je hebt de zogenaamde Shanghai Cooperation Organization, die is ontstaan in 2001, met een paar landen, van China en een paar landen in Centraal-Azië. Maar dat is een concept dat aan het uitbreiden is. En dat ontstaan is als een veiligheidsconcept, na de val van de Sovjet-Unie. Maar dat er dan ook economisch samenwerkingsakkoord of samenwerkingsverband aan het worden is. Maar daartegenover heb je dan bijvoorbeeld eveneens ASEAN dat zich ontwikkelt. En ASEAN dat meer aansluiting zoekt dan weer bij andere landen, met Australië enzovoort. Dus je krijgt dus enerzijds een regionalisering die je niet had in de Koude Oorlog, die veel gezonder is, denk ik. Daarna gekoppeld het feit dat beleidsdomeinen niet allemaal dezelfde strikte lijnen volgen, maar dat er dus inderdaad wat ook veel beter is natuurlijk voor, denk ik, uiteindelijk voor het bewaren van een machtsevenwicht in de wereld. Mm-hmm. Want we hebben het nu natuurlijk vooral over de grootmachten, maar er zijn natuurlijk ook veel landen, om niet te zeggen de overgrote meerderheid, die geen grootmacht zijn en die kleiner zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan Oekraïne. Schatten jullie de huidige situatie van een multipolaire
wereld, is dit beter voor landen die kleiner zijn? Of dreigt die evenzeer vermalend te worden? Landen hebben meer opties, hè. Dat is wel zo. Ik bedoel, heel lang, tijdens de Koude Oorlog hadden landen in Afrika, bij wijze van spreken, twee keuzes. Hè. Je deed met Washington mee of met Moskou en het was het een of het ander, exclusief. En nu hebben die landen meer keuzes. Hè. Ze kunnen met de VS samenwerken, met ons, Europeanen, maar ook met China en soms ook met Rusland. En met die sluit het ander ook niet uit. Hè. Je kunt gemakkelijk met elk van die vier tegelijk nieuwe relaties opbouwen en dus kun je die vier ook tegen elkaar wat uitspelen. Hè. Je kunt ons komen zeggen, ja, van de Chinezen krijg ik wel dit. Hè. Ik zeg het maar. Dus in feite, vanuit het standpunt van derde landen gezien, is dat nog niet zo slecht. Hè. We moeten eigenlijk wedijveren met elkaar, de grootmachten, om de gunst van die kleinere spelers te krijgen. Dat is eigenlijk, als je erover nadenkt, nog zo geen slechte positie. En opnieuw, dat duidt er eigenlijk op dat een nieuwe soort blokvorming, een nieuwe Koude Oorlog, dat negatief is. Hè. Want wat gaat het dan krijgen? Hè? Als de wereld zich opnieuw zo vastvriest in wij en de Amerikanen tegen de Chinezen en de Russen. Het volgende dat die twee blokken gaan doen, is opnieuw proberen elk ander land te dwingen om een kant te kiezen. Eén van de twee. Het eerste toe verleiden, als ze niet willen kiezen, gaan ze dwingen. Hè. En dat, ja. Ik heb gezien wat wij tijdens de Koude Oorlog gedaan hebben. Want wij denken altijd, oh, de Koude Oorlog, dat was de democratie tegen het communisme. Dat is eigenlijk niet waar. Hè. De Koude Oorlog waren de westerse democratieën met hun dictaturen, maar zolang het maar geen communistische dictaturen waren, tegen de Sovjet-Unie met hun bondgenoten. Dus dat creëert allerlei artificiële situaties, regimes die in andere omstandigheden zouden vallen, die hebben wij bewust in stand gehouden, omdat we ze zogezegd voldoende anti-Sovjet vonden. Dus eigenlijk opnieuw, zo'n Koude Oorlog is niks om nostalgisch op terug te blikken. Helemaal niet. Een ander punt dat ook sterk veranderd is bij de tijd van de Koude Oorlog, dat is dat bevolkingen overal in de wereld veel mondiger geworden zijn. Mm. En dat we dus ook niet meer, misschien niet meer, enfin, dat is een term van een collega, en die spreekt niet van een multipolaire wereld, maar van een multipolaire wereld, waarin hij doet op het feit dat eigenlijk machtsstructuren niet meer de machtsstructuren zijn, zeg maar, van de toplagen, de politieke toplagen en de bevolking, maar we hebben allerlei drukkingsgroepen met een veld, NGO's enzovoort, media enzovoort, waardoor de bevolking wezenlijk mondiger geworden is. En je ziet ook dat regime is eigenlijk niet, of dat bevolkingen niet altijd steun zijn of de regime steun verlenen. Je ziet dat bijvoorbeeld in Centraal-Azië, om daarop terug te keren. Dus men heeft op een bepaalde manier, zeg maar, in Centraal-Azië het economisch overwicht van de Sovjet-Unie, na de val van de Sovjet-Unie, ingeruild voor een Chinees economisch overwicht. Maar de bevolking, als we zien dat dus uit enquêtes en zo, de bevolking is eigenlijk vandaag de partij voor meer invloed, ook economisch gezien, en ook qua normativiteit van de Europese Unie. Dus ook dat is een factor die denk ik in de Koude Oorlog veel minder aanwezig was. Hoor. Of kijk naar de veel bekritiseerde aanwezigheid van China in Afrika. Jonge Afrikaanse bevolking die is niet boos op China, maar die is boos op haar eigen leiders. Die slechte deal sluit met China. Dus dat zijn allemaal dynamieken die nieuw zijn. En die denk ik ook een nieuwe Koude Oorlogssituatie eigenlijk, ik zie het niet meer gebeuren. En de bevolking is daarvoor ook, dat is een andere factor, te mondig geworden. Want inderdaad, de grote geopolitieke evolutie sinds de val van de muur en dergelijke is, naast de ineenstort van de Sovjet-Unie, is natuurlijk de opkomst van China. En ik herinner mij, toen ik een beetje kleiner was, dan was dat allemaal fantastisch, want we zouden daar allemaal heel veel geld gaan verdienen. En China zou heel snel wel een democratie worden. Het enthousiasme daarover is nu een beetje getemperd, professor De Seyn. Is dat ten onrecht? We zijn allemaal veel rijker geworden door China. Dat is gewoon een economisch feit. Het is inderdaad interessant. Ik heb het nog een citaat nog heel recent gebruikt in een artikel. Bill Clinton die zei van hoe meer we, dat was een aanleiding van
de discussie over het toetreden van China tot de Wereldhandelsorganisatie. En die zei van als we meer handel drijven met China, dan gaan we niet enkel producten uitwisselen, dan gaan we ook een veel belangrijker iets uitwisselen, met name democratische waarden. En als je dan kijkt, natuurlijk sinds het Obama-tijdperk, en dan is dat discours helemaal omgeslagen. Dat heeft heel veel te maken, wat ik al eerder gezegd heb, met de uiteindelijk technologische competitie, de geo-economie tussen die twee grootmachten. Daar zit ook heel veel retoriek in. Zal China een democratie worden? Ik ben voor het eerst naar China geweest, heel lang geleden, in 1987. En als ik zie wat de evolutie is van individuele vrijheden voor de gemiddelde Chinees, dan zijn daar reuzenstappen gezet. In 1987 moest je als Chinees toestemming vragen aan uw gemeentebestuur of stadsbestuur om de stad te mogen verlaten. Chinezen reizen nu de wereld rond. Dus dat is denk ik, en leren inderdaad heel veel over waarden, andere waarden in de wereld. Dus dat is denk ik een proces dat niet te stoppen is. Betekent dat dat China een democratie zal worden naar westers model? Dat is niet aan mij om te beslissen, dat is aan de Chinese bevolking om te beslissen. En ik denk dat het heel foutief is. We hebben dat in het verleden al te vaak geprobeerd van gewapende hand democratieën in te voeren. Dat lukt niet. Het is aan de Chinezen zelf om dat te beslissen, niet aan mij. Maar ik stel vast inderdaad, dat is onhoudbaar. Je kan er niet tegenhouden dat dus bepaalde, dat door de openheid die meegekomen is met de economie in China, of de openstelling, economische openstelling van China, dat daar inderdaad bij de jonge bevolking heel wat, een veelheid aan ideeën aanwezig is en dat het een proces is dat hij niet kunt stoppen. Ik zou het wel zeggen, dat is een strategische evolutie en geen geopolitieke evolutie. Ja. China ligt nog altijd waar het lag, is en niet van plaats veranderd of zo. Maar meer serieus, ik denk, we hebben natuurlijk wel zeggen wat daar gedaan, hè, want wij zijn het je dubbel. We hebben effectief onszelf economisch geopend en het idee van als China liberaliseert op economisch vlak gaan ze democratisch worden. Quod non, maar tegelijk hebben we intussen wel heel veel winst gemaakt. Hè. Iedereen wist van in het begin dat er allerlei onevenwichten waren qua marktoegang. Hè. De Chinese markt is belangen niet zo open voor ons als wij voor hen. Maar de winsten waren zo gigantisch groot dat niemand daar wakker van ligt. Hè. Nu, zoveel jaar later, hebben de Chinezen natuurlijk hun eigen bedrijven verder ontwikkeld. Dus onze winstmarge wordt kleiner. En nu beginnen wij onze bedrijven te klagen. Hè. Terecht, want er zijn veel oneerlijke onevenwichten. Maar nu verwachten dezelfde bedrijven dat de staat dat dan allemaal oplost. Hè. Want we zeggen van alles en allemaal kwijtgeraakt aan China. Alsof er een of ander kwaadaardig Chinees plan was om ons dat allemaal af te pakken. Dat is natuurlijk niet waar. We hebben gewoon de markt de vrije loop gelaten. En de bedrijven zeggen dat het is veel goedkoper om alles in China te laten produceren. Dus we doen hier alles dicht, zonder enige controle van onze staat. En nu beseffen we, in sommige sectoren misschien toch niet zo slim. Dus nu moeten we terug de productiecapaciteit hier heroprichten, die onze bedrijven, die we hebben laten afstoten. Ja. Dat is gewoon een beetje kortzichtig, dat de staat te weinig controle uitoefent op de markt. En we weten dat, en toch maken we altijd iets over de fout. Ja, dat is één zaak, ik kan gewoon nog zeggen. En twee, ja, effectief, ja, China is nog zeker belangrijk geen democratie zoals wij. Een beetje cru gezegd, maar vanuit strategisch oogpunt geredeneerd, dat is ook onze zaak niet. Of China nu democratisch is of niet, of in welke mate, aan zich heeft dat geen rechtstreekse invloed op onze belangen. Een strategie of buitenlands beleid gaat over ons belang. Hè. Dus oké, ik ben blij dat ik in België, dat ik een Belg ben en geen Chinees, wat dat op politiek vlak. Maar dat is de zaak van de Chinezen. Ja. En wij hebben heel weinig
We kunnen daar meningen over hebben. We kunnen daar morele oordelen over hebben. Dat mag ook. Maar we hebben heel weinig hefbomen om daar iets aan te doen. Dat mocht je vergeten. We kunnen op onze kop gaan staan. Maar wij gaan niet bepalen wat het toekomstig politiek model van China zal zijn. Ja. Het is denk ik ook opnieuw de grootte van China die natuurlijk... wat China in de geschiedenis... China is altijd, zou ik zeggen, de westerse wereld is al sinds de 16e eeuw ongeveer, misschien zelfs nog wat vroeger, maar zeker sinds de 16e eeuw, gefascineerd door China. Alles wat in China gebeurt, dat is precies... dat heeft te maken natuurlijk met de omvang en de grootte in de geschiedenis van het land enzovoort. Maar als je kijkt naar het economisch proces, oké, we hebben inderdaad heel veel producten laten maken, dure arbeid uiteindelijk afgestoten en laten produceren in China wat veel goedkoper is. We hebben daar heel veel aan gewonnen. Dat is een feit. Maar we zien wel dat dat proces zich verder zet in die zin dat ook China stilaan te duur geworden is. En dat zelfs Chinese bedrijven gaan tegenwoordig gaan outsourcen. Dus Chinese bedrijven gaan nu outsourcen naar Cambodja, Vietnam, Bangladesh enzovoort. En je ziet ook dat de westerse ondernemingen dat ook beginnen doen. En dan, oké, vraag me dan eens terug binnen 10 jaar. Maar gaan we dan met dezelfde kritiek naar Bangladesh kijken, die al onze jobs heeft weggelegd. Genomen als dat we nu doen met China. Ik denk dat daar ook weer opnieuw de emotie en de fascinatie met China eigenlijk ook een rol speelt. En omdat we geen onderscheid maken, denk ik, tussen binnenlands beleid en buitenlands beleid. We gaan er een beetje te gemakkelijk vanuit, gebaseerd op de Europese geschiedenis, als een land een dictatuur is, zal het ook een agressief buitenlands beleid hebben. Dan kunnen we een dictator zien en denken wij, Hitler, die gaat de wereld willen veroveren. Terwijl dat eigenlijk niet waar is. Hè. Denk aan het Spanje van Franco, ook een enorm repressieve dictatuur, maar qua buitenlands beleid heel timide. Hè. Is natuurlijk momenteel in Europa een dictatuur die het tegendeel bewijst. Nee, Rusland. Ja, maar bedoel, dat is geen evidentie. Mm-hmm. Het is niet omdat China intern een repressief systeem is, dat ze per se een militair agressief buitenlands beleid gaan voeren. Daar is geen causaal verband. Mm-hmm. Bedoel, vanuit andere landen bekeken, die vinden ook veel democratie dat wij een agressief buitenlands beleid voeren. En dat is ook een beetje de fout is, wij projecteren soms onze eigen geschiedenis op China. Dat heeft elk Europees gedaan dat een beetje macht had, ofwel een buurland aanvallen om een of andere provincie te annexeren, of ergens in Afrika of Azië tijdens Amerika daar een kolonie aan stichten. Dat is niet omdat wij dat elke keer gedaan hebben met onze macht, dat China vandaag hetzelfde gaat doen. Hè? Ik wil eens vragen om in het hoofd van Xi Jinping enfin, maar misschien niet te lang, maar natuurlijk ook China heeft natuurlijk geopolitieke prioriteiten, geopolitieke vraagstukken. Kijk eens als een Chinese leider naar de wereld en wat zijn dan de voornaamste geopolitieke vraagstukken? Ik denk als Chinees leider dat ik voornamelijk wakker zou liggen van binnenlandse problemen. Dat China heeft inderdaad opnieuw, gewoon op ons economisch verhaal, is rijk geworden dankzij de grote arbeidsmassa. Dat is dan het resultaat van de pronataliteitspolitiek van Mao Zedong geweest. Heel veel kindjes, waardoor goedkope arbeid. Haar economische groei, die inderdaad zo fenomenaal geweest is, is eigenlijk een zeer precaire groei, in belangrijke mate. Omdat het een groei is die, als je dat vergelijkt ook met de groei van Duitsland bijvoorbeeld, of de groei van Engeland, dan is het aandeel van goedkope productie, zeg maar, en exportgedreven groei altijd veel kleiner geweest dan voor China. China is dus eigenlijk puur gegroeid op goedkope productie. En dat is net het probleem natuurlijk. De Chinese bevolking wil ook wat geld verdienen. En je krijgt dus outsourcing. En dat maakt het heel precair. Dus als alle goedkope arbeid uit China weggaat, is China failliet.
Dus als China nu moet doen, en dat is het hele grote probleem, en dat is opnieuw de concurrentiestrijd met de Verenigde Staten, sorry, dat is technologisch worden. En dat is denk ik iets waar Xi Jinping veel meer van wakker ligt dan van zijn buitenlandse politiek. Hoe gaat hij die kloof, dus die, enfin, in de literatuur heet dat, de middle income trap, dus je moet een slimme economie hebben die inderdaad duurdere lonen kan zich veroorloven. Dat is een gigantisch probleem, daarmee gekoppeld een gigantische jeugdwerkloosheid. Net omdat inderdaad China een heel hoog opgeleid publiek jeugd heeft, maar dat inderdaad het aantal jobs in die hoogtechnologische industrie nog niet voldoende is. Dus het aanbod van hoogtechnologisch geschoolde mensen is eigenlijk kleiner dan de vraag op dit moment, waardoor je dus enorm veel, op dit moment ongeveer 20% van de min 35-jarigen in China is werkloos. Dat is gigantisch. Dus ik denk dat dat het ecologische probleem, ik denk dat dat de problemen zijn waar de Chinese leiderschap van wakker ligt, veel meer dan van buitenlandse politiek. En natuurlijk, er zit weer met de strategie en de geopolitiek, komt daar, zou ik zeggen, als verlengde daarvan binnen. Van hoe gaan wij inderdaad onze belangen veiligstellen, zorgen dat we dus inderdaad technologisch kunnen blijven samenwerken met bijvoorbeeld Europa, om inderdaad die transitie te kunnen maken. Dat is denk ik waar hij wakker van ligt. En hij ligt niet wakker van Taiwan, professor Bisschop? Wakker liggen, niet in de zin van dat Taiwan. Objectief is Taiwan eigenlijk geen probleem. De status quo nu, die werkt perfect voor iedereen. Er zijn enorm nauwe handelsbetrekkingen. Tot voor COVID werd er gewoon vrij over en weer geweest tussen die twee. Want we denken, dat is een conflict. Maar het is enorm veel economische interactie. Er is een grote delocalisatie geweest van Taiwan naar China bijvoorbeeld. Of heel veel bekende Taiwanese eigenlijk, zoals bekende Vlamingen bedoel ik, zijn bekend in China. Dus in feite heeft China dan niet nodig om Taiwan militair te veroveren. Maar het is natuurlijk een ideologisch geladen en een symbooldossier. En dat maakt het toch onvoorspelbaar. Maar eigenlijk marcheert de status quo heel goed voor iedereen. Wij moeten ook oppassen. Ik was in Taiwan voor mijn kerstvakantie. Mijn man is Taiwanese. We zijn daar geweest, de eerste keer sinds COVID. Het is niet zo dat elke Taiwanese 's morgens wakker wordt en 's avonds terug gaat slapen. Denkt, oei, de Chinezen gaan kopen. Ik bedoel, die mensen die hebben iets anders, iets beters te doen. Dus die leiden hun leven zoals u en ik. Hè. Misschien voor een stukje wishful thinking. Maar eigenlijk is het ook wel zo. Ook wel zo normaal. Dus wij moeten vooral ook oppassen dat wij hier niet artificieel een crisissfeer rond Taiwan creëren die de mensen hinder eigenlijk niet aanvoelen, want daar zijn ze niks mee. En dan Nancy Pelosi dat bezoek gaat, waarom eigenlijk? Ja, om zichzelf te profileren, zonder iets mee te brengen voor Taiwan. Ik zou nog zeggen, ik ga bezoek, het creëert een crisis, maar kijk eens wat ik allemaal bij heb voor Taiwan. Ja, niks eigenlijk. Nu gaat daar een opvolger weer gaan, de nieuwe speaker of the house van de Republikeinen, puur om zichzelf te profileren. En ik vind dat we daar een beetje mee moeten stoppen eigenlijk. Veel Europese politici krijgen datzelfde idee. Nu is naar Taiwan gaan om aan mijn kiezers te laten zien hoe straf ik wel niet ben, hoe anti-Chinees. En als het problemen geeft, zijn het de Taiwanese die er last van hebben. Dus eigenlijk zero risico. Want we zijn er inderdaad nu mee sinds Obama, maar vooral sinds Trump, is China in Amerikaans discours echt de... Ik weet niet of het al de vijand is, maar toch minstens de grote tegenstander. Hoe bang moeten wij zijn dat het dan ooit tot een echte gewapende strijd komt tussen die twee? In Amerika wordt er nu veel over... ik denk dat het in de vakliteratuur heet dat Thucydides Trap. Misschien moet je dat eens uitleggen. Thucydides Trap is natuurlijk een beetje kwats. Thucydides, de Griekse historicus, die zelf heeft meegevochten in de Peloponnesische oorlog tussen Athene en Sparta en daar dan ook de geschiedenis van heeft geschreven, wat altijd zeer lezenswaardig is. En dus het idee van de Thucydides val is, als je een gevestigde grootmacht hebt en een opkomende grootmacht, dat gaat nooit niet gaan, dus je gaat een oorlog uitvechten.
En dan de opkomende grootmacht is China, grootmacht is Amerika. En dan kan je zo in de geschiedenis okay, van allerlei voorbeelden vinden, maar je kunt ook even goed voorbeelden van het tegendeel vinden. Dus als we allemaal Athene en Sparta 3000 jaar geleden een oorlog hadden, dat dat daarom bewijst dat vandaag China en de VS een oorlog gaan uitvechten. Dat heb ik vereenvoudigd gehad, maar dat is toch een beetje korter de bocht. En het gevaar van dat idee is, denk ik, eens je jezelf overtuigt, er zal oorlog komen. Ja, als je ervan overtuigd bent, dan moet je daarop voorbereiden. Hè. En als je begint voor te bereiden op oorlog, zijn we niet meer bezig met hoe gaan we misschien een modus vivendi vinden of bewaren. Terwijl dat eigenlijk het doelstelling moet zijn. Dus ik denk wel dat het risico bestaat. Allee, stel dat China toch ooit zou beslissen om gewapenderhand de status quo op Taiwan te veranderen. Dat is niet uitgesloten. Ja, en het is zeker ook niet uitgesloten dat de Amerikanen militair Taiwan zullen bijstaan. En dan bestaat het risico dat dat escaleert tot een echte grootmachtenoorlog. En dat er geen beperkt conflict blijft rond Taiwan. Dus het risico is zeker daar, maar ik denk niet dat dat nu subiet al bezig zal zijn als we allemaal terug onze telefoon opzetten. Nee, ik zou zeggen, ik denk dat wij inderdaad vanuit, je hebt Nancy Pelosi aangehaald en inderdaad in volgende week of zoiets gaat ook de Republikeinse speaker op bezoek in Taiwan. En je ziet het ook in andere conflictpunten tussen de Verenigde Staten en China, dat de polarisering binnen de Verenigde Staten, binnen zeg maar de Democraten en de Republikeinen, eigenlijk dat China, Taiwan, eigenlijk gebruikt wordt als een soort van, tussen die twee, show who is the most stiff on China. En dat is een heel gevaarlijke evolutie. En er is geen enkele rationele reden waarom er zou moeten een oorlog uitbreken tussen de Verenigde Staten en China. Maar narratieven hebben een belang, omdat ze ook natuurlijk van narratieven zijn altijd gebaseerd op het verleden, maar hebben ook een actieve rol naar de toekomst toe. En ik denk dat het heel gevaarlijk is wat daar aan het gebeuren is. Anderzijds merk ik toch wel dat vanuit het Chinese leiderschap, Xi Jinping, dat zijn uitingen over Taiwan zeer, zeer, zeer gematigd zijn. Maakt u dat eens concreet? Gematigd? Want als... Uiteindelijk is de status quo de beste situatie voor Taiwan en ook voor het vasteland die we kunnen ons denk ik op dit moment indenken. Het is ook heel opvallend dat ook het huidige Taiwanese leiderschap, Tsai Ing-wen, is wat dat betreft zeer, zeer, zeer pragmatisch en zeer pro-behoud van de status quo. En de status quo is, ja, je kan natuurlijk wel vragen in hoeverre daar een vervaldatum op staat. En eigenlijk staat er geen vervaldatum op. En dat vind ik zeer positief. Je kan je afvragen, is er niet een betere optie? Maar dat is een andere kwestie. Maar we zien effectief ook dat vanuit het Chinese leiderschap daar nog altijd geen vervaldatum opgezet wordt op dat status quo gebeuren. Dus er is niet zoiets als een onmiddellijke oorlogsdreiging. Het gaat nog altijd over, we gaan dit proberen op te lossen op vreedzame manier enzovoort. Dus, en ja, geweld als het moet, maar opnieuw, en wat is dat dan geweld als het moet? Heeft dat te maken met opnieuw publiek? Opinievorming binnen China zelf. Ik zie niet onmiddellijk in de retoriek vanuit het vasteland dat daar een oorlogsretoriek komt. Zelfs in tegendeel. En dat is belangrijk om te weten. Daarom is het ook belangrijk, denk ik, dat bijvoorbeeld de Verenigde Staten geen olie op het vuur werpt, maar wel olie op de golven.
En is het denk ik ook belangrijk, hè, dat is dan weer de andere grootmacht, de Europese Unie, denk ik, kan een heel belangrijke rol gaan spelen, ook zou moeten misschien een veel belangrijke rol gaan spelen in dat Taiwan-conflict. Probleem, noem het zoals je wilt, dat ze nu misschien doen. Ik wil de sprong eens maken naar het Europese continent, want daar woedt nu bijna één jaar een echte oorlog, een grootschalige invasie gebeurd sinds 24 februari 2022. En daarvan zou je ook kunnen zeggen, die oorlog is eigenlijk nergens voor nodig. Er was een troepenopbouw van de Russen, maar er was geen echte zeer harde oorlogstaal ten opzichte van het Oekraïne. Waarom is Oekraïne anders dan wat we net over China en Taiwan hebben gezegd? De Russen hebben natuurlijk een andere keuze gemaakt. Maar als je dat nu in geopolitieke termen analyseert, denk je dat Oekraïne lang de facto echt een bufferstaat is geweest. We hebben dat zo niet benoemd. Maar een bufferstaat is niet per se een neutraal land. Maar een bufferstaat is gewoon een onafhankelijk land dat goede relaties onderhoudt met zijn beide machtige buren. En dat hebben wij als EU in feite gedaan. De NAVO heeft in 2008 wel gezegd dat Oekraïne zal lid worden van de NAVO, maar zonder een datum te noemen. De Europeanen waren daar tegen, want dan verandert je de geopolitieke situatie. Dan is het geen buffer meer, maar deel van één van die twee kampen. Maar uiteindelijk, op korte termijn, we gingen dat niet doen, die effectief NAVO-lid worden. En toen dan Oekraïne nauwe relaties met de EU wilde, wel terecht, zeer zeker. Maar wij zoeken geen exclusiviteit. Dus tegelijkertijd kun je heel nauwe relaties met Rusland onderhouden ook. Maar de Russen hebben dat eigenlijk niet gewild. En de Russen hebben op een moment uitgemaakt. Wij aanvaarden zelfs niet dat Oekraïne een bufferstaat is. Oekraïne moet gewoon van ons zijn. En dus zijn ze in 2014 binnengevallen. Maar zelfs nadien, het is in zekere zin mislukt. Want de Russen hadden denk ik gedacht dat in 2014 heel Oekraïne terug naar hen ging kantelen. Maar ze hebben de Krim geannexeerd. En dan artificieel die rebellie in de Donbass opgestrookt. Maar in feite hebben ze de rest van Oekraïne geantagoniseerd. Dus nadien heeft Europa nog gezegd, toch blijven wij de optie bufferstaat, gaan we die proberen in stand houden. Dus hebben we die Minsk-akkoorden bemiddeld, die eigenlijk, mocht iedereen die uitgevoerd hebben, zouden betekend hebben, Oekraïne blijft bestaan en heeft een goede relaties met de twee. Maar door nu nog eens binnen te vallen, hebben de Russen dat eigenlijk onmogelijk gemaakt. Dus nu, het resultaat van deze oorlog is nu alles of niks. Dus als er een onafhankelijk Oekraïne overleeft, mag dat geen buffer meer zijn, maar gaat dat een deel zijn van ons kamp. Niet direct een vol lid van de EU. Ons kamp bedoelt uw NAVO. Europees NAVO. Ja, ja, dus dat gaat niet direct een juridisch lid zijn, maar de facto zit Oekraïne nu volledig in ons kamp. Dus er is nu geen buffer meer. Oekraïne is nu in plaats van de buffer de grens geworden tussen ons en de Russen. Hmm. En dus zijn we nu eigenlijk, vermits dat ook onze keuze was, hè. We hadden in 2014 kunnen zeggen, oei, als de Russen er zoveel aan hechten, dan laten we het gaan. Maar we hebben gezegd, nee, zelfs na de invasie in 2014 hebben we gezegd, we tekenen associatieakkoord. Maar ja, dan kunnen we nu niet meer zeggen, oh, dat is precies een vergissing. Alleen we laten het zo. Dus nu zijn wij eigenlijk gedwongen, vermits wij erop ingegaan zijn, Oekraïne ook in ons kamp hebben binnengetrokken. Ja, nu moeten we het wel verdedigen natuurlijk. En ervoor zorgen dat er een onafhankelijk Oekraïne blijft bestaan op een zo groot mogelijk grondgebied. Wat dus niet hetzelfde is per se als het volledige grondgebied dat ze hadden voor de invasie van 14, maar een zo groot mogelijk. De Russen zeggen dat wij natuurlijk begonnen zijn, want Oekraïne behoort tot hun invloedssfeer. Ja, maar de Russen zeggen er nooit bij dat zij zelf de Sovjet-Unie hebben doen springen. Hè? Want wie heeft er in 1991 de Sovjet-Unie doen uiteenvallen? Yeltsin, samen met de presidenten van Wit-Rusland, Oekraïne en Kazachstan. Waarom? Want de Sovjet-Unie daarboven stond nog Gorbachev. En Yeltsin, die president was van Rusland binnen de Sovjet-Unie, die wilde de nummer 1 zijn. En in feite hebben de Russen zelf de Sovjet-Unie doen springen in het idee al die ex-Sovjet-staten die gaan bij Moskou blijven aanleunen. Ja, gedurende enige tijd. En dan is dat
natuurlijk beginnen schuiven. Hè. Poetin schrijft wel eens graag een historisch artikeltje, maar dat zit hij er nooit in natuurlijk. Dus uiteraard, ja, zodra die landen onafhankelijk worden, beginnen die toch hun eigen pad te volgen. En Kruger zegt, daar moeten de Russen niet over zagen, want dat hebben ze dus zelf gedaan. Wij dachten in 1991, de NAVO heeft in begin 1991 toevallig nog een nieuw strategisch concept geschreven, waarin de NAVO ervan uitging dat de Sovjet-Unie gewoon ging voorbestaan, want er was aan zich geen enkele reden waarom de Sovjet-Unie zou uiteenvallen. Ze hadden hun satellietstaat in Oost-Europa laten gaan, maar er was geen enkele reden waarom de Sovjet-Unie zelf zou uiteenvallen. En er was niemand in de NAVO die het ook nastreefde dat die Sovjet-Republiek onafhankelijk zouden worden, want die waren al honderden jaren deel van het Russische keizerrijk tevoren. Mm-hmm. Dus dat hebben ze zichzelf aangedaan. Dat moeten ze onderheen maar overzagen, maar ze eigenlijk tegen ons niet overzeveren, om het minder academisch te zijn. Heeft China een invloedssfeer, meneer de Seyn? China, historisch gezien, is... dat heeft te maken opnieuw met economie natuurlijk. In een premoderne economisch systeem betekent veel grond rijkdom. In een pre-kapitalistisch economisch systeem. China was gewoon groot en had dus inderdaad heel veel economisch rijkdom. En die economische rijkdom is uitgedeind naar de Oost-Aziatische regio. Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat historisch gezien China de Oost-Aziatische grootmacht was. Tot in de 19e eeuw. We kunnen daarover discussiëren. Van laatste studies zeggen dat eigenlijk de macht economisch van China al in de 14e eeuw is beginnen zakken. Maar goed, binnen Oost, mondiaal gezien dan, maar binnen Oost-Azië bleef het tot in de 19e eeuw zeg maar, de grootmacht. En dat is, wat ik zei, geopolitiek heeft heel veel te maken met emotie ook. Er is ergens iets dat in het collectief bewustzijn dat China terug die positie moet zien te verwerven. Dat heet dan in Xi Jinping speak the great rejuvenation of the Chinese nation, de grote heropstanding van de Chinese natie. Wat is inderdaad betekent dat, maar opnieuw, dat is, zou ik zeggen, eigenlijk een heel, ik zou bijna zeggen, keizerlijk systeem in die zin dat Chinese invloedssferen zijn economisch. China heeft altijd eigenlijk, als je historisch bekijkt, op economische manier, wat ik zei, vroeger pre-kapitalistisch en nu in een kapitalistische context, geprobeerd macht te verwerven, zou je kunnen zeggen, uit te breiden op economische manier. En dat doen ze meesterlijk opnieuw. Ik bedoel, Belgische havens, Volvo, om geen naam te noemen, hier een beetje verder. Die zijn Chinese handen. Dat zijn Chinese handen, en dat is de manier waarop de Chinezen eigenlijk altijd gewerkt hebben. Dus China is eigenlijk traditioneel geen militaire speler, zou je kunnen zeggen. Dus China heeft een invloedssfeer, ja, maar die werkt niet in eerste instantie althans militair. Iets anders dat de geopolitiek speelt, ook zeker sinds de Russische inval in Oekraïne, is de gasrekening. Mm-hmm. Die is, ik vermoed dat het bij iedereen zo is, maar die is bij mij stevig naar omhoog gegaan. Want wij zijn heel afhankelijk van Rusland voor onze energie. Hoe moeten we daar dan naar kijken? Want natuurlijk, dergelijke afhankelijkheid zorgt er misschien ook voor dat wij sneller in verleiding zouden kunnen komen om toch misschien een beetje een oogje dicht te knijpen in Oekraïne. Kan u eens zeggen hoe we dat dan moeten inschatten? Die keuze hebben we gemaakt natuurlijk om geen oogje dicht te knijpen. Dat is nu te laat. Hè. We zeggen denk ik nu iets gemerkt dat het allemaal fout was en dat we ons niet zo afhankelijk hadden mogen maken van Russisch gas.
Aan de andere kant, terwijl dat werkte, dus tot 24 februari vorig jaar, werkte dat ook echt wel heel goed. Hè? Want het Russisch gas was heel goedkoop, heeft eigenlijk de Duitse economie gevoed. En als de Duitse economie draait, draait zeker de Belgische economie. Dus zolang dat duurde, heeft dat eigenlijk echt heel goed gemarcheerd. Dus een beetje gemakkelijk om nog achteraf te zeggen, we hadden dat nooit niet moeten doen. Dus je kunt wel argumenteren, we hadden meer moeten diversifieren. Dus met Rusland blijven in energiehandel drijven, maar iets meer andere opzoeken. Ja, dan hadden we in een betere positie gezeten. Maar feit blijft, ja, zolang we afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, ja, behalve zowat olie uit Noorwegen en gas uit Nederland, is het Saudi-Arabië, Qatar, Azerbeidzjan, Algerije. Ik bedoel, het komt niet uit het model democratieën. Dus, maar het zijn geen grootmachten. Dat is in zekere zin anders. Dus ik denk, het antwoord is vooral de groene transitie versnellen. Hè. Het is mijn vakgebied, niet energie, maar veel meer kan je er nu over zeggen. Ja, en daar zou ik zeggen, als we dan zien, we moeten diversifieren, we moeten misschien bepaalde samenwerkingen met China herzien, maar er zijn ook samenwerkingen die we misschien moeten promoten. En als we zien dat China het land is in de wereld dat het meest investeert in de groene energie, dan is dat misschien inderdaad ook weer een optie, zou ik zeggen, voor de Europese Unie. Opnieuw, Verenigde Staten zijn veel minder afhankelijk natuurlijk van fossiele brandstoffen uit Rusland dan wij dat zijn in Europa. Maar daar ligt misschien inderdaad, ik zou bijna zeggen, een gouden kans voor de Europese Unie om op bepaalde domeinen met China te gaan samenwerken en samen groene energie te gaan ontwikkelen. Nu, China speelt natuurlijk ook mee op het schaakbord in Oekraïne. Tegenwoordig heet het dat zij een grenzenloos bondgenootschap hebben, samen met Rusland. Het is een lichte dichterlijke overdrijving, denk ik. Hoe moeten we dat inschatten? Zijn China en Rusland nu BFF's, beste vrienden tegenwoordig, of moeten we daar toch een kanttekening bij plaatsen? Ik zou daar heel veel kanttekeningen bij plaatsen. Opnieuw, geschiedenis is belangrijk en de relaties tussen China en of de communistische partij van China en de communistische partij van de Sovjet-Unie, die waren zeer kramikkelijk. Daar hebben we geen goede ervaringen mee. De China's, zeker, zou ik zeggen, niet opgezet met heel het gebeuren in Oekraïne. Dus wat dat betreft zie ik daar geen grote vriendschappen groeien. Het enige waar ze China en Rusland, en dat hoeft dan niet dat ze vrienden zijn, maar waar ze gelijkgestemd zijn, dat is dat zij grote vragen stellen dat ze anti-Amerikaans zijn. En opnieuw, dat heeft heel veel te maken met de technologische strijd die beiden aan het voeren zijn. Veel met de anti-Europa. Zelfs met de oorlog in Oekraïne hoorde je, las je, kon je lezen stemmen binnen China die stelden dat het voor China totaal geen probleem zou zijn mocht Oekraïne lid worden van de Europese Unie. NATO, dat is iets anders. Maar Europese Unie, no problem, dat is economie. Dat komt dan goed uit. De enige gelijkgestemdheid opnieuw, dat betekent dat ze vrienden zijn, want uiteindelijk gaan ze ook eigenlijk kiezen voor hun eigen geld, wat dat betreft, is dat zij anti-Amerikaans zijn, veel minder anti-Europees voor China dan anti-Amerikaans, maar voor de rest is dat een heel, zou ik zeggen, kramiekige vriendschap.
laten we een vergelijking maken die misschien wat gemaakt is, maar de meeste mensen in de zaal lijken mij oud genoeg om zich de inval in Irak 2003 discussie te herinneren. Duitsland, Frankrijk en België en Luxemburg hebben toen zeer expliciet de Amerikaanse invasie veroordeeld. Zijn die illegaal en bovendien onnodig? Zeer expliciet. Hebben wij ooit overwogen om te zeggen, nu gaan we economische sancties nemen tegen de VS, of nu gaan we tijdelijk ons lidmaatschap in de NAVO wat minder doen? Natuurlijk niet, zegt iedereen. Voor China is dat hetzelfde. Hè? Zijn zij opgelet met de Russische inval in Oekraïne? Ik denk het niet. Maar dat wil nog geen reden om hun bestaande nauwe relatie met China, met Rusland stop te zetten. Hè? Dus ik denk dat hun beleid een soort non-interventiebeleid is. Ze gaan de Russen zeker niet laten vallen, ook al zijn ze er niet mee opgezet. Maar ze doen eigenlijk ook niet speciaal iets meer om ze te steunen. Hè? Mm-hmm. En ik denk, vanuit dat standpunt bekijken, is dat al goed. Want ze doen het omgekeerde voor. Stel dat China had gezegd, wij steunen Rusland in dezelfde mate als de VS en de EU Oekraïne steunen. Dan zaten we een heel ander scenario. Dan zaten we nu wel in die Koude Oorlog. Maar dat doen ze net niet. En eigenlijk is dat al goed nieuws, vind ik. Ja. En ook natuurlijk, ik denk dat het altijd belangrijk is natuurlijk dat je blijft spreken met elkaar. Dat je de dialoog openhoudt. Het is ook een discussie die nu zelfs binnen de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne, ook een discussie is onder lidstaten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Moeten wij Rusland behouden binnen de organisatie of moeten we ze uit de organisatie verwijderen? Zoals mijn persoonlijk standpunt, laat ze erin, dan heb je tenminste een dialoog mogelijk. Dus ook dat natuurlijk kan. En China zoekt ook naar oplossingen om inderdaad tot een onderhandelde vrede te komen in Oekraïne. Dus ook in die zin natuurlijk is het belangrijk dat de kanalen tussen China en Rusland open blijven. Zijn wij te kieskeurig in onze gesprekspartners hier als Europa zijnde? Want eigenlijk, het idee bestaat een beetje dat wij liever met liever met Canada gaan praten, een andere liberale democratie, dan met, zeg eens, Qatar of zo. Ja, wij vinden dat een beetje vies, hè, als we daarmee moeten gaan praten. In de praktijk zijn we niet te kieskeurig, want de praktijk is dat we met iedereen praten, quasi. Maar de retoriek is anders. Hè? Want in de retoriek is er vaak de verleiding om de wereld op te delen in de goede en de slechte, democraten en de dictators. En de wereld politiek voor te stellen als een confrontatie tussen die twee. Terwijl dat eigenlijk niet waar is. Want de realiteit is een heel veel dictatoriale regimes, mm-hmm, waar we zeer nauwe handelsrelaties mee onderhouden. Mm-hmm. En politieke relaties. Niet alleen China, maar ook al onze buurlanden, het Middellandse Zeegebied. Met één democratie in het Middellandse Zeegebied. Mm-hmm. Toch zijn het allemaal goede bevriende regimes. Dus in feite gaat wereldpolitiek over belangen. En de realiteit is dat landen samenwerken met andere landen als hun belang dat vereist, los van het staatsmodel van dat land. Maar wij zijn dat gewoon, omdat de Europese Unie in die sfeer van de Europese Unie 93, in de sfeer van de post-Koude Oorlog, iedereen gaat nu democratisch worden, is het idee zo gegroeid. Toen het Europees buitenlands beleid is er om de democratie en de mensenrechten te promoten. Alsof dat het alfa en omega van het beleid is. En ik zeg nee, het Europees buitenlands beleid is er om het Europees belang te vrijwaren. En dat kan samenvallen met het promoten van mensenrechten en democratie. Maar dat is niet altijd per se nodig om het Europees belang te vrijwaren. Dat je overal de democratie promoot. En soms kan het botsen. En de prioriteit is altijd ons eigen belang. Doelstelling 1 van ons buitenlands beleid is ons eigen maatschappijmodel vrijwaren voor ons, onze democratie. Mm-hmm. En dan komt de rest. Mm-hmm. Ik denk dat dat eigenlijk, we bedoelen de Europese instellingen, zodat we dat eigenlijk willen weten, maar aan de andere kant wringt dat. Omdat we dat discours van voorrang aan de mensenrechten zodanig geïntegreerd hebben, dat we het moeilijk hebben om ons daarvan af te maken eigenlijk. Terwijl we eigenlijk goed weten dat we in de realiteit iets anders doen
dat we zeggen, hé, want als dat waar was, dan gingen wij niet spreken met Saudi-Arabië of met Qatar of Azerbeidzjan, maar we doen het wel. Ja. Ik denk dat we, wat ik in het begin zei, geopolitiek heeft ook heel veel met historisch bewustzijn te maken en dat we dus heel gemakkelijk terug in die Koude Oorlog retoriek en reflex komen en ons gesprekspartners ook, dat die nog altijd ergens in ons achterhoofd zit, maar dat we dus inderdaad te weinig rekening houden met het feit dat de wereld inderdaad veranderd is en dat de wereld multipolair geworden is, dat de wereld geregionaliseerd geraakt is en dat we dus inderdaad moeten, dat dat ook sterker is natuurlijk, hè, en dat we naar gelang van opnieuw het discussiepunt met andere partners kunnen gaan spreken. Ik denk dat dit een mooie slotakkoord is om op te besluiten. Ik ga nu de mogelijkheid geven aan mensen uit de zaal om vragen te stellen. De afspraak voor u een vraag stelt is dat een vraag maximum 25 seconden duurt. Dus geen statement graag. En op het einde gaat uw stem een beetje naar omhoog. Dat is een beetje de voorwaarde die we stellen. Na deze zeer intimiderende inleiding... ik ga de vraag ook even herhalen, zodat het in de opname kan komen. Meneer. Waarom is de koers van de roebel niet gedaald? Over naar het Internationale Monetair Fonds. Ik ben geen econoom, moet ik vrezen. Ik heb ook naar Pol en Sok gedaan. Maar het is duidelijk dat onze sancties, dat we die impact overschat hebben. Dat we op twee manieren. Eén, we hadden gedacht dat heel de wereld ging volgen, maar heel de wereld is niet gevolgd. Hè. Wie ligt er sancties op? De EU en de NAVO-landen. En een paar klassieke partners, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan ook, Zuid-Korea. En je zei dat prompt. En de rest van de wereld niet. Dus in feite met de rest van de wereld drijft Rusland gewoon handel zoals altijd. Dus in die zin dat wat allemaal wat overschat. En twee, ja, alles is een kostenbatenafweging. Als de Russen zeggen, oké, we hebben economische sancties, maar we zijn bereid om dat te incasseren, want wij vinden Oekraïne zodanig belangrijk. Dus we hebben het ook overschat in de zin van de impact op de Russische besluitvorming is tot nu toe zeer beperkt. Maar hoe langer die oorlog aansluit, en hoe langer die sancties duren, en vooral hoe effectiever wij die sancties afdwingen voor onze eigen bedrijven, dat gaat op den duur toch beginnen wegen. Maar dat vergt veel meer tijd dan wij denken. Hè. Historisch is dat ook zo. In de beide wereldoorlogen hebben wij geprobeerd Duitsland telkens economisch te isoleren. En dan is het uiteindelijk wel gelukt, maar dat heeft telkens wel 4 of 5 jaar geduurd eer dat eigenlijk min of meer een beetje een serieus of een betekenisvol effect had. Meneer? Professor Lessijn zei vooral geopolitiek en historisch bewustzijn is belangrijk. Wat ik zit af te vragen, is geopolitiek vooral ook niet gediend en gedreven door de toekomst? Door bijvoorbeeld de vraag van waar vind ik in de toekomst mijn grondstoffen? Ik ga het even herhalen voor de opname. Dus de vraag is geopolitiek, wordt geopolitiek niet vooral bepaald door de blik op de toekomst? Bijvoorbeeld waar een grootmacht of een niet-grootmacht zijn grondstoffen haalt? Of bijvoorbeeld die wind vindt op de Noordzee. Ja, beide. Dus, ik heb inderdaad gesteld, geopolitiek wordt ook door historisch bewustzijn bepaald. Maar zeker ook, zou ik zeggen, en historisch bewustzijn, ja, geschiedenis is nooit geschiedenis, in de zin dat nationale geschiedenissen, die zijn allemaal natuurlijk gecreëerd in een bepaald narratief. En een nationale geschiedenis met een bepaald narratief dat historisch bepaald is, is per definitie ook toekomstgericht natuurlijk. Hè? Want je gaat het gaat over het behoud van de natiestaat. Hè? Dus in een nationaal narratief ga je het ontstaan van je natiestaat met heel veel mythologische elementen in een narratief brengen. Maar dat is natuurlijk met de bedoeling niet om de natiestaat te laten verloren gaan of te laten stagneren, maar om die te laten natuurlijk naar de toekomst evolueren. Dus beide aspecten zitten allebei in daarin natuurlijk. Hè? En in die zin inderdaad is het belangrijk, opnieuw kijken we naar China bijvoorbeeld, hoe zij inderdaad proberen om hun toekomst te vrijwaren.
bijvoorbeeld heel recent, energievoorziening, zien we dat zij, ook al hebben zij het Taliban-regime niet erkend, dus er zijn geen officiële diplomatieke betrekkingen tussen Afghanistan en China, maar vorige maand hebben ze wel een heel belangrijk energieakkoord afgesloten. Dus opnieuw, China denkt economisch. Wat dat betreft een heel mooi voorbeeld, denk ik. Misschien heel even conceptueel, of misschien een beetje pedant is, maar ik zou zeggen, het is dat historisch bewustzijn, uw strategische cultuur, is, in, zoals ik even noem, naast uw geopolitiek. Dus uw geopolitiek wordt niet historisch bepaald, uw geopolitiek is wat het is. Dat evolueert wel, in de zin van het moment dat men, dat men ontdekt dat je olie kan gebruiken om een motor te doen werken, wordt olie belangrijk. Hè? En dan verandert het geopolitiek belang van olie, die olie moet van ergens komen. Maar het is wat het is. En dus dat is een van de factoren die het beleid bepaalt. En dan heeft daarnaast elk land een soort strategische cultuur, dat wil zeggen, een over de jaren heen ontwikkelde manier van naar de wereld te kijken, die meestal zeer traag evolueert. Dus er is een soort schok gebeurd. De Russische revolutie bijvoorbeeld. Dan verandert de kijk van Rusland op de wereld ineens. En dus dat is historisch bepaald. En dat evolueert zeer, zeer traagjes. Zijn er nog vragen? Daar in de hoek. Ja, waarom ontwikkelt Afrika zo'n potentie, zou ik maar zeggen? Dat heeft eigenlijk ook te maken aan de geopolitiek, alleen in Congo, lithium, De vraag is dus hoe het komt dat Afrika, een continent waar veel landen heel veel grondstoffen ter beschikking hebben, niet in slaagt om zich te ontwikkelen. Waarom, terwijl zij geopolitiek, zou je denken, toch in een zeer interessante situatie zit. Ja, natuurlijk Afrika is, zou ik zeggen, je hebt natuurlijk wel landen in Afrika die op dit moment wel, om het dan, ik bedoel dat niet pedant of zoiets, maar aan het ontwikkelen zijn economisch. Dus ik denk dat we ook Afrika niet over in dezelfde kam mogen scheren. Ik denk ook dat dat wij daar een historische schuld hebben voor een stuk. Opnieuw, dat is maar een deel natuurlijk van het probleem. Door de koloniseringsperiode. We hebben daar ook etnische structuren kapot gemaakt. Grenzen gelegd waar ze niet moeten liggen enzovoort. Dus dat ook allemaal dynamieken zijn die de ontwikkeling van regio's in Afrika kunnen bemoeilijken. Maar ik denk dat het een heel complex gegeven is. Afrika, ik ben geen Afrika-specialist, maar ik ben ook geen Afrika-specialist, maar het heeft ondertussen ook wel te maken met het eigen staatsbestuur in die landen. En alles. Het eigen staatsbestuur is natuurlijk ook de erfenis heel vaak van koloniale grenzen. En ja, maar toch zie je dat veel van die landen er niet in lukken om een, ik moet zeggen, terwijl er geen staat is die eigenlijk het collectief belang dient, dat heel vaak de staat gewoon nog de elite dient, die toevallig de staatsmacht in handen heeft. En dat ze daar, dat met veel landen daar niet uit geraken. En we hebben niks speciaal gedaan om dat te veranderen, want dat kwam ons vaak goed uit. Ja. En nu dat wij zeggen, of pretenderen soms dat we dat zouden willen veranderen, is in onze hefvormen afgenomen. Want dat soort regime zeggen nu, ja, maar in dat geval werken we samen met China of met Rusland, hè, zoals Mali, die zeggen, we smijten de Fransen buiten, we huren Wagner in, Russische huurlingen, en die zullen ons wel in het zadel houden. Dus. Ja, en dat is natuurlijk ook weer economie natuurlijk. Hè. Dus China heeft daar inderdaad voor sommige landen, onder andere kobaltontginning dus in Congo, heeft daar een opportuniteit gezien. China denkt economisch opportun. Maar een ander land, Kenia bijvoorbeeld, zien we dat zijn er ook transportwerken enzovoort gefinancierd door China. Maar ook daar is een van de landen waar ik op alludeerde, waar we zien, of Tanzania, waar de jonge bevolking eigenlijk niet boos is op China, maar wel boos op het eigen leiderschap, dat slechte deals gestoten heeft met China. Dus wat dat betreft, ja, zou ik zeggen, is dat weer hoopvol natuurlijk. Dat je ziet dat de jonge Afrikaanse bevolking toch ook uiteindelijk opnieuw, dat is niet alleen van hen dat
op te leggen. En dat moet groeien vanuit de bevolking zelf. Maar dat ook de jonge Afrikaanse bevolking toch wel mondiger geworden is, ook tegenover haar eigen regimes. In de achteraan daar? Komt het dan in het begin van het conflict? Alles duurder werd en alles weer op de schoot geschoven door het conflict in Oekraïne. De gasprijs ging omhoog, de graanprijs stort in elkaar. Hoe kwam dat? Hoe komt het dat alles plotseling veel duurder werd sinds het begin van de oorlog? En de meneer refereert onder andere aan de gasprijzen en de graanprijzen? Ja, maar graanprijzen, zou ik zeggen, had te maken natuurlijk met een beperking van het aanbod. Hè. Dus al die schepen hebben aan de Krim vastgelegen, konden dus niet door de Zwarte Zee uitvaren. Dus hebben daar kortstondig inderdaad, toch een paar maanden heeft dat geduurd, en dat er geen enkel schip vanuit de Oekraïne met graan. Oekraïne is de grootste graanleverancier van de wereld, denk ik. Bij ons geraakt. Hè? Dus daar heb je dus denk ik op een bepaald moment dus een vraag gehad die veel groter was dan het aanbod, waardoor de prijs natuurlijk gaat gaan stijgen. Ja, mijn energie zat zo, want wij hebben dan ineens, na enige tijd beslist, we gaan nu geen energie meer importeren uit Rusland. Dus moeten we die ineens van ergens anders importeren, waar we concurreren met veel andere landen die dezelfde leveranciers hadden. Dus gaat de prijs omhoog. En natuurlijk, de energieprijs bepaalt de prijs van heel veel andere dingen. Daar kan je niet onderuit. Nu is die energieprijs weer wel dan gedaald, zelfs sterk. Maar het effect op die andere prijzen zit nog in de omgekeerde golf. Dus dat gaat wel duren, denk ik, eer al de rest terugdaalt. En zoals iedereen weet, ja, eens prijzen omhoog gaan, dan komen die zelden nog terug. Tot het niveau waarop van waar ze komen. Hè. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is dat, dan zie je het belang, denk ik, over het strategisch belang van onze welvaartsstaat. Hè. Dat je een systeem hebt dat zeker niet perfect werkt, maar dat toch bedoeld is om dat soort economische schok op te vangen en de koopkracht te handhaven, zodat je maatschappijmodel kan blijven functioneren en je interne cohesie niet afneemt. Wat ook belangrijk is, als je geen interne samenhang hebt, gaat je ook nooit een sterk buitenlands beleid voeren. Hè. Dus om dat te zeggen, dat onze welvaartsstaat is eigenlijk ook van strategisch belang voor het behoud van ons samenlevingsmodel. Net zoals uw defensie of uw buitenlands beleid. Dat is. Ja. Daarop nog verder gaan, even kijken wat ik ook heb aangehaald. We moeten dus streng naar alternatieve energiebronnen. Maar goed, wind enzovoort, maar prachtig, maar gratis. De zon is gratis. Maar we moeten natuurlijk wel de energie die we daarmee opwekken kunnen stockeren. Dus we hebben batterijen nodig. En wat is de grondstof voor de batterijen? Onder andere in Congo. En wie ontgint de mijnen? China. Dus ook daar is het denk ik weer voor Europa heel belangrijk. Dat we inderdaad ons speaking terms blijven met China en dat we daar op een verstandige manier blijven mee samenwerken. Ik speed verder rond. Meneer daar? Maar ik was graag een keer teruggekomen op dat gematigd discours van China, van Taiwan. Mijn informatie is natuurlijk veel beperkt, maar ik had al begrepen dat een van hun stellingen is van tegen 2007 of zo. Zouden we moeten in staat zijn opzetten, gematigdheid dan in het feit dat ze tevreden zijn met in staat zijn om? Of is dat toch een deel van het verhaal dat minder gematigd is? De meneer stelt dus vragen over de gematigdheid. Het gematigde discours dat je hebt aangehaald, is dat wel echt zo gematigd? Want daar zit toch impliciet het dreigement in dat tegen 2027 er toch opgetreden moet kunnen worden tegen Taiwan, indien gewenst. Er zijn ook natuurlijk heel veel facetten aan het antwoord daarop. Een van die mijlpalen in de grootste heropstanding van de Chinese natie. Dat is de 2x100. Dus 100 jaar communistische partij. Dus dat is gebeurd. Dat was in 2021. En dan twee keer in de tweede 100 jaar is 100-jarige verjaardag van de Volksrepubliek China. Die voorzien is voor 2049. En een van de doelen dus die dan daarmee gepaard gaan, 2049, dat is
is inderdaad de hereniging van, van China. Daar hoort men dus Taiwan bij. Maar de vraag is op welke manier. Het is interessant om te zien dat in de jaren 80 is men op de proppen gekomen met het één land, twee systemen beleid. Binnen het één land, twee systemen beleid zijn ondertussen Hongkong en Macau opgenomen. Maar eigenlijk was het één land, twee systemen beleid uitgedacht niet voor Hongkong of voor Macau, maar voor Taiwan. Dat was eigenlijk de bedoeling van het één land of het doelgebied. Dus dat is op zich interessant, want dat betekent dat eigenlijk al van in de jaren 80 men aan het zoeken is naar een vreedzame hereniging op economische basis. Want dat is eigenlijk het één land, twee systemen ding gaat over economie en een gevarieerd of een divers politiek bestuur. Nu, of Taiwan ooit in het één land, twee systemen systeem zal komen, daar heb ik mijn twijfels over. Maar het toont wel aan dat de basis, het basisuitgangspunt blijft een economische logica. Ook ten aanzien van Taiwan, waar we zien inderdaad dat de economieën eigenlijk heel erg met elkaar verstrengeld zijn. Wat dat betreft is één luikje waar dan het antwoord zou ik zeggen. Een ander luikje is dat vanuit het leiderschap op dit moment gezegd wordt van wij proberen nog altijd op een vredevolle of een vreedzame manier tot een hereniging te komen. Het militaire blijft erbij staan indien echt nodig. Maar dat is zeker niet de eerste optie. En wat dat betreft denk ik dat het heel belangrijk is dat wij ook vanuit Europa, en ik zou zeggen ook vanuit de Verenigde Staten, maar goed, zij doen wat zij doen, dat we die status quo proberen aan te houden. En op die manier tijd hebben om een oplossing te zoeken. Het militaire, daarvoor moet je natuurlijk, we zien effectief dat China militair groeit, maar dat is natuurlijk, zou ik zeggen, ergens in de lijn der verwachtingen. Grootmachten gaan zich ook militair gaan indekken en verdedigen. Laatste prognoses of laatste berekeningen die ik daarvan gezien heb, is eigenlijk dat door de COVID-crisis onder andere, maar ook door wat ik heb aangehaald, de hele moeilijke overgang van China naar een hoogtechnologische samenleving, dat zij eigenlijk die financiële middelen niet hebben, op dit moment ook de troepen niet hebben. En de vraag is natuurlijk ook van, zullen de jonge Chinezen zo bereid zijn te gaan vechten voor Taiwan? Dat is nog een andere vraag. Maar dat ze eigenlijk op dit moment, dat dus die datum eigenlijk al vooruitgeschoven is in de tijd. Dat is dan weer positief vanuit dat perspectief natuurlijk. En dat ze dus hun militaire opbouw eigenlijk moeten afremmen, omdat ze het eigenlijk economisch op dit moment niet aan kunnen. En ondertussen mogen we blij zijn en moeten we zoeken naar een oplossing die politiek is en niet militair. Ik denk dat wij vooral, wat kunnen wij eraan doen? Ik denk dat wij vanuit Europa wel kunnen zeggen, bij wijze van afschrikking, als je toch ooit die status quo zou willen proberen wijzigen met militair geweld, dan had onze economische relatie nooit nog dezelfde zijn. Dat is de enige hefboom die wij hebben. En ondertussen niks doen, dat de Chinezen het excuus geeft om te doen zeggen, ziet je, maar jullie willen de status quo veranderen. Dus geen provocatieve bezoeken als je niks te bieden hebt. Ik zeg, ga als toerist, ik ga elk jaar. Of ga met een economisch akkoord onder de arm of zo naar Taiwan. Maar als het is om loze woorden te gaan verkondigen, blijf dan thuis en doe je verkiezingsmeeting dan gewoon hier, zou ik zeggen. Want het geeft eigenlijk een excuus aan China om te zeggen, maar zij zijn aan het provoceren. En dat dient eigenlijk tot niks. De meneer daar. Ik heb een vraag, omdat het is van, economie is belangrijk voor China, het is maar waarom is dan zo'n repressief beleid in Hongkong? Ze geven een mooi voorbeeld van de Taiwanezen, van oh shit. Ja, die goede van de andere kant, maar Hongkong.
Ja. Ik ga het even hertalen. Als China inderdaad toch vooral pragmatisch is daarin, waarom zijn ze dan zo repressief in Hongkong? Want dat is bepaald geen goede reclame voor het één land, twee systemen beleid voor de Taiwanese. Moet ik dat pas stellen? Ik denk niet dat, ook al was het één land, twee systemen beleid ooit bedoeld voor Taiwan, maar ik denk niet dat Taiwan daar ooit zal inpassen. Dan is dat een van de redenen. Het voorbeeld van Hongkong, dat Taiwan natuurlijk niet ziet zitten. Maar de situatie is natuurlijk anders in die zin, dat is gewoon juridisch anders, in de zin dat Hongkong was tot in 1997 een Britse kroonkolonie. En we hebben in Groot-Brittannië heeft in 1997 gezegd van Hongkong is niet meer van ons, het is van China. En dus ja, wordt het een deel van mainland China. Ja, ook juridisch gezien is het China geworden. En dat is een heel andere internationaal juridische situatie dan Taiwan, natuurlijk. Ja? Maar wat is dan de situatie van Taiwan? Want ze zijn gevlucht naar Taiwan. Wel, ja en nee. Ja en nee, hè. Omdat het is Japans geweest tot in 1945. Ja, en alleen 50 jaar, van 1995 tot 1945 is het Japans geweest. Dan is het terug Chinees geworden onder een republikeins bestuur. En de burgeroorlog heeft ertoe geleid tussen de nationalisten en de communisten dat de communisten het vasteland ingenomen hebben, op het vasteland gewonnen hebben tegen de nationalisten en dat de nationalisten gebleven zijn op Taiwan. Dat wordt gezegd, trokken zich terug op Taiwan. Wel, ja en nee, bedoel, dus er is een deel van de nationalisten effectief naar Taiwan gegaan, maar Taiwan was China. Ja? Dus opnieuw, dat is een andere historische situatie dan Hongkong. Hongkong dat Engels was, officieel, hè, met een verdrag, hè, en dat dan teruggegeven is aan het bestuur in Peking. Ja, dat kan Peking daar eigenlijk mee doen wat ze willen, op een bepaalde manier. Het is van hen. Hè. Terwijl Taiwan, officieel is er maar een handvol landen die Taiwan als onafhankelijke staat erkennen. De meeste landen niet, wij ook niet, de EU-landen ook niet. Maar de facto behandelen we het wel als zodanig. Hè. Maar onze ambassade heet dat niet, de Belgian Embassy in Taiwan, men noemt dan de Belgian Office in Taipei. En dat is dan geen ambassadeur, maar de Director of the Belgian Office. Voor de rest herkennen wij die paspoorten en heel nauwe economische relaties. Maar geen zichtbare, maar geen politieke contacten bijvoorbeeld. Maar de facto doet iedereen alsof het een onafhankelijke speler is. In die zin inderdaad is ook voor de Taiwanese het status quo of de status quo is de beste optie op dit moment. Best haalbaar op dit moment. Misschien wel. Hoe is de band tussen Japan en Taiwan? Die is zeer nauw, omdat, hoe kan ik het zeggen, voor 1895, dus toen het een deel was van het keizerrijk, was het een soort backwater, hè, vergeten dingen. Dus de Japanners hebben daar eigenlijk mits enige repressie, laat ons dat niet vergeten, maar toch de moderniteit gebracht. Mm-hmm. De eerste universiteit, maar de eerste ziekenhuis, de eerste middelbare school, de eerste trein. Alles is door Japanners geïntroduceerd. Dus dat speelt mee. Maar ook het feit dat toen de nationalisten zich hebben uiteindelijk in Taiwan overbleven. Om te beginnen in 1945, toen Japan Taiwan heeft moeten teruggeven aan China na 50 jaar, is er een zeer sterke repressie geweest tegen de Taiwanese. Die door Chiang Kai-shek allemaal worden gezien als collaborateurs met de Japanners. Mm-hmm. En dan heeft Chiang Kai-shek natuurlijk een zeer repressief dictatoriaal regime gevestigd op Taiwan. Hè, toen alleen Taiwan nog over had. Dus dat alles maakt dat in tegenstelling tot Korea bijvoorbeeld, dan altijd een zeer antagonistische relatie heeft met Japan. Taiwan eigenlijk niet. Veel mensen spreken Taiwanees, maar een man spreekt Japans, maar een man spreekt ook vloeiend Japans bijvoorbeeld. Men reist naar Japan. Hongkong is niet moeilijk. Maar dan nog meer, waar gaan Taiwanese op vakantie? Hongkong, Macau en Japan. Dat zijn zo de eerste drie. Hè. Wij gaan naar Luxemburg, de Moezel en Tenerife. Een tijd
zij zijn dan maar. Dus dat, die band blijft er nog wel. Ja, maar ik zou zeggen, uw echtgenoot die spreekt Japans, maar toch, maar niet iedereen. Hè. Maar toch onder de jongere generatie dat die identificatie met Japan toch stukken minder geworden is. En dat wat je zegt, hè, bedoel, ze zijn onder Japan dus een zwaar repressief systeem. Hè. Japan werd officiële taal, dus er waren heel veel Taiwanezen wier moedertaal Japans werd. Ja, het ruikt niet meer. Hè, maar dus dan is de influx gekomen van nationalisten, hè, dus uit het vasteland, die voor veel Taiwanese ook gezien worden als een soort van een tweede kolonisator. Hè, dus je hebt daar. Dat heeft ertoe bijgedragen natuurlijk dat je dat de Taiwan-identiteit, als zijnde anti-Japans, van niet dat ze anti-Japans in politiek gezien of zo, maar bedoel de eigen identiteit van Taiwan, dat die wel gegroeid is. Wat ook weer een extra problematiek is natuurlijk in het één land, twee systemen beleid. Wat ook interessant is, soms vergelijk je een beetje met de Fransen. De Fransen die heel iets aan de NAVO en zo, maar dan in politieke termen toch vaak zo'n zeker anti-Amerikanisme is de Fransen niet vreemd. Hè. En bij sommige Taiwanese krijg je hetzelfde, omdat ze zodanig afhankelijk zijn van de VS, dat dat dan een soort weerbots creëert. Zo, en dat mensen dan, ja, dat maakt eigenlijk mensen aan betand. Dus ze worden dan soms heel VS-kritisch, maar natuurlijk die Amerikaanse invloed zo alom aanwezig is. Ja. Maar ik denk wel, dat ben ik het eens, Bart, er groeit een soort, een jongere mens, hoe meer ze een soort echte Taiwanese identiteit hebben en zich zeker geen deel van de Volksrepubliek vinden, maar zich gewoon Taiwanees. Ja. Ik voel natuurlijk ook gesterkt door het feit dat andere historische verleden dan Hongkong, dat ze eigenlijk nu deel van het communistisch China geweest zijn, ja, natuurlijk. Ik zie daar in achteraan. Ja, meneer. Waar staat India als Aziatische? Beschouwen wij India als een reizende grootmacht en zo ja, bij wie sluiten zij aan? Nee. Dat is heel kort wel. Dat is heel kort. Maar leg misschien eens uit waarom niet. Om een grootmacht te zijn, moet dat een willen zijn. Ik denk een grootmacht heeft drie dingen nodig. De middelen natuurlijk, maar ook de organisatie. Je moet je middelen kunnen mobiliseren om ze te kunnen inzetten. En je moet de ambitie hebben. Ik denk, China heeft, India heeft in theorie misschien wel de middelen, maar heeft zeker niet de organisatie om een effectieve grootmacht te zijn. Maar heeft ook nu niet die ambitie. Maar ze wilden heel sterk ambitie om onafhankelijk te zijn. Ja. Dus ze wonen in feite bij niemand in het bijzonder aan, denk ik. India prioritiseert het Indisch nationaal belang en zal proberen zich heel onafhankelijk te houden. En in de domeinen waarin ze willen samenwerken, werken ze met de Russen, met de Amerikanen enzovoort enzoverder. En ze willen zich vooral denk ik, niet in één kamp laten duwen. Dat is zo mijn indruk. Ja. Ja? Nog eens terug naar Oekraïne. Hoe ziet u het einde van de situatie? Gaat dat de commissie? Of gaat dat Zelensky weer helemaal Oekraïne krijgen? Hoe zien jullie de oorlog in Oekraïne eindigen, is denk ik... Ik kan niks voorspellen, want dat kun je niet. Maar je kan wel denken, wat is er meer waarschijnlijk en wat is er minder waarschijnlijk. Hè? Een volledige overwinning voor Oekraïne. Dat wil zeggen, dat ze al hun grondgebied, inclusief de Krim, terugveroveren, is helaas zeer onwaarschijnlijk. Je moet gewoon kijken naar de militaire machtsbalans. Die is daar niet naar. Hè? Want je mag niet vergeten... Oekraïne overleeft één omdat zij vechten en dankzij onze steun. Maar Rusland is natuurlijk groter en de Russen hebben altijd een groot stuk van hun militair potentieel niet gebruikt tot nu toe. En ze gaan dat nu inzetten, wellicht in de komende maanden. Dus de kans bestaat ook, helaas, omgekeerd, dat de Russen toch nog doorbreken en toch opnieuw een groter stuk van Oekraïne veroveren. Is niet uitgesloten. Dus ik denk... Het beste, of misschien beter gezegd, het minst slechte scenario, misschien ook het meest waarschijnlijke, is dat er een soort padstelling wordt.
waarbij het front misschien nog een beetje beweegt, maar wellicht min of meer blijft waar het nu blijft, en dan zit het vast. En dan, ofwel zit het gewoon vast zonder enig akkoord, is er een bevroren conflict, zoals het eigenlijk was tussen 14 en nu, maar dan op veel grotere schaal. Wat niet goed is, want dat kan op elk moment weer losbarsten. Of misschien sluiten ze toch een wapenstilstand. Dat wil zeggen, je erkent dan niet, maar je sluit een formele wapenstilstand. Maar hoe haalbaar is dat? Of een vredesakkoord. Maar een vredesakkoord moet natuurlijk zeggen toegevingen van beide kanten. En ik denk dat daarvoor de standpunten nu veel te ver uiteen liggen. Dus ik zie veel mensen die dat bestuderen, die toch denken, een bevroren conflict is misschien op dit moment het meest waarschijnlijke, maar wat moet ik zeggen, ja, het meest waarschijnlijke wil niet zeggen dat zal worden. Dus ik vrees dat wij. Ik hoorde veel mensen zeggen, bijvoorbeeld, toen Gerson is bevrijd, nu is het ingezet, de eindspurt ingezet, en tegen Kerstmis hebben ze de Krim. En ik dacht toen, ja, zo gemakkelijk, de Russen zijn toch met veel. Hè. De laatste die de Krim heeft ingenomen van die richting uit, die noemde van Manstein, dat was in 41, 42, en die heeft er toch een paar 10.000 man aan verloren. Dus zo gemakkelijk gaat dat helaas allemaal niet gaan. Dus wat is er nu heel dringend, denk ik, is niet zozeer dat wij de Krim bevrijden, want dat zit er dus niet in. Maar nu heel dringend is, dat Oekraïne nu, dus niet over twee maanden, over een half jaar, maar nu massaal materiaal te leveren, zodat zij nu kunnen stand houden waar zij nu staan. Dat ze overleven. Want als ze nu niet overleven, dan moeten we er rest niet meer spreken. Als ze nu overleven, dan zijn er opties voor de toekomst. En dat wil dus zeggen dat we eigenlijk nu veel grootschaliger moeten denken. Want ons beleid schuift langzaamaan op, maar te traag. Nu zijn we over tanks bezig. 10 tanks hier, 12 tanks daar, misschien 100, misschien 120. Maar je moet denken, dat is oorlog. Hè? Dus al leveren wij morgen 100 tanks, als er overmorgen een veldslag is, zijn er misschien 10 over. Wat doen we dan? Gaan we er dan 100 meer leveren? Dus daar zijn wij. Wij zitten nog altijd, denk ik, niet in een echte oorlogslogica. Ik bedoel, wij moeten niet in die oorlog zijn, maar je moet weten, een oorlog verbruikt uw materiaal natuurlijk. Hè. En wij denken nog altijd korte termijn. Wij door het Europeanen, maar eigenlijk ook de Amerikanen. Dus als we dat nu niet doen, dan riskeert het nog altijd dat Oekraïne toch in elkaar stort en dat er maar de helft overblijft, spijtig genoeg. Ja, ik denk ook, als ik het bekijk, dat we daar naar een frozen conflict gaan. En inderdaad, wat Sven zegt, het is een kwestie van wapenleveringen. Want we mogen niet vergeten, van de laatste gegevens die ik daarvoor of daarover gezien heb, dat de approval rates, met een mooi woord, van Poetin gigantisch hoog zijn in Rusland. Dus dat we van daaruit zeker geen verzwakking mogen verwachten vanuit de Russische kant. Nee, een van mijn collega's, dus ik, we hebben een Rusland-expert, Joris van Bladel, die een studie uitbrengt over een paar weken over de Russische publieke opinie. En dus wat je merkt, is het is een beetje contra-intuïtief, maar wanneer Rusland oorlog voert, gaat de steun voor Poetin altijd omhoog. En je ziet hetzelfde effect nu. Dus het idee van dat er een soort interne tegenbeweging gaat komen, nee, zit er niet in. En wetende, ik ga ervan uit ook inderdaad van hoe ik het kan inschatten dat we naar een bevroren conflict gaan, dan zal het kwestie zijn natuurlijk van mensen aan de tafel te krijgen. Hè. En Oekraïne inderdaad, of Zelensky zegt van ja, we willen tot en met de Krim terug. Ja, misschien is de Krim het punt van onderhandeling uiteindelijk. Dat lijkt me niet onrealistisch. Maar goed, als je het water, of als het paard naar het water brengt en het paard weigert te drinken, dan zijn we nog niet thuis. En op deze optimistische noot denk ik dat we het de avond kunnen besluiten. Voordat ik de sprekers ga danken voor hun zeer inzichtelijke commentaar, ga ik jullie er nog op wijzen dat jullie online dit wetenschapscafé kunnen evalueren. Dan kunnen jullie heel negatieve recensies schrijven over de moderator en heel positieve over onze beide experten. En ik wijs jullie er nog op dat er
binnenkort nog wetenschapscafés zijn. Het volgende wetenschapscafé vindt plaats in Kortrijk en gaat over gezonde gewassen en gezonde voeding op 24 februari. Halen daarheen. En het volgende in Gent gaat over artificiële intelligentie. Dat is op 7 maart. Ik hoop jullie daar allemaal op te verwelkomen. En dan zal ik nu eventueel een klein applaus vragen voor onze gasten. Dank u.